Nu Vladimir Poetin met een nucleaire oorlog dreigt, is het volgens Fidan Ekis evident, de Russische president is helemaal van het padje. Is hij nou het contact met de realiteit verloren of is dit powerplay, vraagt ze zich af. Hij is zo onberekenbaar inmiddels. Stel dat hij wat verder gaat, wat doen we dan? Je merkt dat Poetin zich heel erg in het nauw gedreven voelt, aldus Fidan. Die man is natuurlijk zo gefrustreerd omdat het niet gaat zoals hij wil. Je kunt het zien als een afschrikmiddel, maar wat als hij nou daadwerkelijk straks een bom gooit? Op Tallinn bijvoorbeeld. Wat doen jullie dan? Ik neem aan dat jullie daar een scenario voor klaar hebben staan. David van Wil, assistent-secretaris-generaal van de NAVO, daarop, ja, maar daar ga ik zeker niet over speculeren hier. Fidan merkt dat haar familie en vrienden erg angstig beginnen te worden. Ik heb mensen in mijn omgeving die vandaag daadwerkelijk bang waren en die zeiden, als wij nu doorgaan met die sancties. Het voelt alsof wij heel erg hoog spel spelen. Dat dit hem kan triggeren. Het lijkt alsof we met elke stap riskeren dat die man straks misschien op de knop kan drukken. Vicepremier Sigrid Kaag, ik proef ook aan jouw vragen inderdaad dat dat bij veel mensen best leeft, omdat het een ongekende situatie is. We hebben sinds het uiteenvallen van voormalig Joegoslavië geen conflict meer gehad op het Europese grondgebied en we zijn gewend geraakt te leven in vrede, veiligheid en relatieve welvaart. Dit is enorm en dat beseft ook iedereen. Fidan denkt dat Poetin gek is geworden door corona. Mensen beseffen vooral en dat is wat u ook proeft bij mij. We hebben hier te maken met iemand die zich nogal onvoorspelbaar gedraagt en die het contact met de realiteit is verloren. Hij heeft blijkbaar 2 jaar in een coronabubbel geleefd. Weet die man nog wel wat hij doet? Sigrid, hij is banger voor het coronavirus, lijkt wel dan EHH. Ja, Fidan, dat is wat het eng maakt en gevaarlijk.